Minecraft, zijn we weer. We lopen rond in ons mooie huisje. In de tussentijd heb ik niet echt heel erg stil gezeten. Ik heb namelijk veel gevist en een beetje gemined. Zoals je kan zien, ik heb 14 deep slate diamond ores. Want ik heb mijn pickaxe kunnen enchanten met silk touch en efficiency 3. Dat heb ik gedaan, als je de map kijkt, hier bij Barends Hok. Hij had een hele mooie enchanting table. Het was een groot stuk lopen. Maar bij Barends Hok was een enchanting table en daar heb ik gevist. Heel veel levels kunnen vissen, als het ware. Toen heb ik mijn pickaxe geenchant en die heeft nu dat. En ik heb Featherfalling op mijn boots, want ik heb ook wat boekjes kunnen krijgen, zoals Smite 3 en Knockback 2. En dat is eigenlijk een klein beetje wat er gebeurd is, dus het valt wel mee. Het is niet een hele grote stap. Ik heb niet superveel offline gegrind. Volgens mij zijn er ook niet per se meer honden bijgekomen, behalve dat ik nu een gele riem om heb. En de hoeveelheid honden hier binnen zijn nog redelijk hetzelfde. Ik weet niet of jullie gezien hebben dat ik ook gevochten heb met die guys voor de banners. En die waren er ook ineens. Weet je wel, zo gaan die dingen. Zo gaan die dingen in het Minecraft-land. Wat ik wil doen vandaag is sowieso... Minen lijkt me niet echt een heel erg leuk idee. Maar wat ik wel wil doen is even kijken of... Reward, graag dank. Uiteraard is er nog steeds niet betaald voor deze labor. Voor ik die dit hele... hele schuurtje in elkaar gebeten te flansen voor mijn honden. Wat natuurlijk een prachtige schuur is, daar niet van. Maar ik heb niet betaald gekregen. En ik ga nog even dus langs de McDonald's om eventjes een hartig woordje te voeren daar met de eigenaren van die toko. En oh, ik word even compleet afgelebberd door die hond hier. Heel nice. En om te vragen waar mijn reward is, joh. Want er zijn echt al weken overheen gegaan. Is niet eens leuk meer. Goedemorgen deze morgen. Het lijkt me leuk om eventjes, als we gaan met wat dier... deze zombie heeft letterlijk mijn laatste beetje ex kapot. Hij heeft mijn ex kapot gemaakt, dat wou ik zeggen. Hier. Gaan jullie maar eventjes lekker, lekker batsen naar Born to be Alive. We hebben een nieuwe babyhond. Babyhond. Auw. Elke aflevering een nieuwe babyhond, denk ik. Maakt ook niet uit. Wij nemen deze twee honden even mee. Ik heb wel even een nieuwe hatchet nodig. Dus laten we die craften. 1, 2. En mijn pickaxe is ook alweer bijna een stuk, maar that's fine. Want we hebben ook nog een diamond pickaxe, dus daar komen we echt wel mee uit. Zo. Want een hatchet is natuurlijk ook mijn wapen, hè? Niet vergeten. Goed. Hebben we genoeg eten? We hebben 20 cooked vis. We hebben steak. We hebben cooked pork chop. Oké, we Gucci. We hebben ook genoeg botten in de hand. Dat als we ergens een hond tegenkomen, dat we ze gewoon kunnen temmen. Prima. Op pad naar de McDonald's om eventjes mijn welbediende beloning te claimen. Want dit gaat zo langer niet, jongens. Dit gaat niet zo langer. Trouwens, we hadden natuurlijk ook het leuke idee bedacht om uiteindelijk bier te gaan maken. En ik heb goed nieuws, dames en heren. Er gaat binnenkort een skill in mijn hoofd geunlocked worden. Laat ik het zo even noemen. Dat ik met mijn bucket, zeg maar, kan right-klikken op een hond. En dan krijg ik het geheime ingrediënt voor mijn bier. En dan moet ik het nog craften samen met wat andere ingrediënten. Denk aan hop en wat andere meuk in de crafting table. En dan krijg ik een vers getapt biertje. En dan gaan we dat natuurlijk verkopen door de wereld heen, jongens. We gaan een imperium starten. We gaan een grotere business worden dan de McDonald's met Jones Bier. Ik heb trouwens nog geen goede naam voor mijn bier. Dus laat het even weten in de comments beneden. Want ik vind het wel leuk dat jullie de naam van mijn bedrijf in Minecraft mogen gaan bepalen. Wat voor soort bier ga ik verkopen? Dat komt wel goed. Maar wat wordt de naam van mijn bierbedrijf? Dat wil ik weten. Maar anyways, we zijn aangekomen bij de McDonald's. Ik heb trouwens ook nog steeds nog nooit hoi gezegd tegen Link. Dat moet wel een keertje gebeuren. Ik heb alleen Duncan en Jer en Puddingboom ooit een keer gezien. En dat is eigenlijk alles. Dus volgens mij is die hier inmiddels ook alweer een stuk groter geworden. Is hier? Oh, wat is dat? Donze kist? Duncan's kist. Oh. Duncan is toch de paus? Was dat niet? Ik had altijd het gevoel dat Duncan de paus was. Zo te zien is er is flink bijgebouwd. Dat ding was de vorige keer nog niet af toen ik hier was. En dit... Ik weet niet of dit bestond, joh. Maar we gaan even langs de WAC. Even een bestellingje halen, weet je wel. Even een lekkere WAC 6 of zo. Ik weet het niet. Wordt er geconclaafd daarboven? Ik zie ook niemand boven aan het conclaven. Laten we wel natuurlijk de tunnel nemen. Want anders worden de mensen boos. Dat moeten we ook niet willen. Die test hebben we alles moeten doen. Oké. Klop, klop. Nou, honden. Nou, ik denk dat honden niet naar binnen mogen in deze... In die fine establishment. En niet dat ze naar binnen mogen in, deze, in dit restaurant, jongens. Dus jullie blijven even hier achter. Papa is zo terug. Oké, even wat eten halen. Hallo? Hallo? Is er iemand? Waarom is er niemand? Hallo? Hallo? Alleen personeel, ja, dan mag ik daar natuurlijk niet heen. Waarom hebben ze niet gewoon een belletje of zo? Gewoon een hulpbel. Er zit ruimte boven. We gaan gewoon even loeren. Hallo? Conclaafruimte. Hallo? Is er echt helemaal niemand? Is de hele WAC... Gast, het is... Hoe laat is het? 8:30. De WAC moet gewoon nog open zijn om 8:30. Hier zijn heel veel conclaven. Ik weet niet of ik al deze conclaven mag lezen trouwens. Laat ik dat vooral niet doen. Ik heb ze niet gelezen. Ik ben er alleen doorheen gebladerd. Zodat jullie ze wel mogen lezen. Alleen ik niet. Nou, dit is het buitengedeelte van het restaurant. Hallo? Hallo? Is daar iemand?
Oké. Kennelijk redelijk uitgestorven. Jammer. Ik wilde eventjes mijn geld gaan claimen bij de mannen. Maar het mag weer niet baten. Hé, het mag weer niet baten. Oké, nou, dan moeten we wachten, denk ik. Totdat mensen online komen. Ik weet niet wat dat is. Is dat een vulkaan? Is dat een actieve vulkaan? Ik ben er sowieso nog nooit bij Link geweest. Dus ik vind het altijd wel even de moeite waard om eventjes te loeren hier. Ik heb al gezegd, ik wil niet naar binnen. Zomaar. Dat is een beetje gek. Misschien is Link er wel, joh. Misschien kunnen we wel voor hooi zeggen. Moeten we dan omhoog via de waterval? Ja, toch? Dan een vreemde vulkaan die water, zeg maar, uitstroomt in plaats van lava. Ik weet niet hoe dat werkt. Oh, kijk. Allemaal mos. Allemaal. Er zit lava onder, of is dat zeg maar. Komt dat van die stenen af? Anyways. Mooi uitzichtje wel. Flinke render distance ook. Maar niet eens. Is dat Tricking Game? Het lijkt een beetje op de Tricking Game. Hij is wel. Het ziet ook naar uit dat de Tricking Game recentelijk nog is gebruikt. Of het is een houtfarm. Dat zou natuurlijk ook kunnen, maar. Interesting. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon als een fangirl, zeg maar, voor de wack zitten. Alsof ik naar mijn favoriete artiest ga, zeg maar, ga ik nu in de rij zitten van de McDonald's. Wachtende tot die open gaat. Wachtende tot iemand hier komt om mij te helpen. En mijn order op te nemen. En te betalen voor mijn opdracht. Hier zijn wel mensen online. Binten zegt nu ook. Zit ook met Link te praten. Weet je wat? We gaan gewoon wachten. Als de echte fangirls die we zijn. Joost? Ja? Wat doe jij hier? Waarom zit je voor de deur van de WAC met je honden? Ik ben als een fangirl aan het wachten totdat de venue open gaat. De venue? Ja, zeg maar, de Mac is dicht. Ik wil gewoon eten. Dus ik was aan het wachten hier. Hij is open. Ja, maar er was niemand om me te helpen. Ja, sorry. Nou, kom hier. Kom maar. Oké. Honden, kom zo terug. Hey! Welkom bij McDonald's. Mag ik een bestelling alsjeblieft? Yo, hey. Mag ik een wekkronk en een wek 6? Hoe kut. Een wek 6 en een wekkronk. Ja hoor, ik ben er mee bezig. Oké, dank je. Kun je niet even wat anders kiezen? Oh, is het op? Je kan ook zeggen dat het op is. Nee, het moet nog gemaakt worden. Alleen ik ben misschien een klein beetje het geheime recept vergeten van de wack kronk. Ja, dat is natuurlijk zo lekker. Dus... Wil je niet een wacko fish of zo? Dat is echt onze... Die is nog nooit gekozen. Nee, dat snap ik. Wie bestelt er nou een wacko fish? Ja, dat is echt... Ja, niemand lust dat volgens mij. Nee, je hebt wel gelijk. Hier is een wack 6, alsjeblieft. Hoppa, lekker hoor. Wack sessie, hotza. Hoe maken we dat ook weer? Ja, geheime recept heb ik gehoord. Ja... Ik moet even nadenken wat dat ook weer... Volgens mij moest ik brood stampen. Hebben jullie niet genoeg klanten of zo? Dat je, of niet genoeg bestellingen de laatste tijd? Nee, ja, ik ben op vakantie geweest. Dus ik ben mijn recept even kwijt. Ah ja, oké. Even inkomen weer. Shit, wat is ook weer dan... Hoe maak je dan een kroket ook weer? A few moments later. Nee, oh. Link, wacht even. Ik ben nog even bezig. Tjonge, jongen. Ik ben even aan het bestellen. Wacht nou even in de rij staan. Nee. Hiemug. Ik heb en één kronk, alsjeblieft. Hoppa, lekker hoor. Moet je nog een burger bij? Nee joh, dat is prima. Hou je bek! Kan een man hier in alle rust even een broodje kronk eten? Volgens mij is dan een ja. Welkom bij McDonald's, mag ik uw bestelling alsjeblieft? Oh, ik sta wel bij het raam hier. Je hebt gelijk. Ik wil graag één kip. Oh, het is een wack. Nee, wacht. Hij mag die van mij wel. Ik heb niet zo'n super honger hier. Alsjeblieft. Ik had al geen zin meer om die keuken in te rennen. Ja, ik zag je struggelen. Ik denk, ik help hem wel even. Ik heb een verkeerde bestelling. Ik heb 2 wekken. 3 gekregen. Heb je hem gesplitst? Er staat een 4 op de doos. Ja. Je hebt hem gesplitst. Kan niet. Jawel, je hebt gewoon 3 eruit gehaald en dan losgegooid. Kijk, oh. Even kijken. Wat is dit nou? Ik heb het weer gekregen. What kind of sorcery is this? Ik snap hier niks van. Nou hey, hallo. Ik wilde jouw huis ook een keer bekijken, maar volgens mij kom je hier voor wat anders. Sorry, ik bemoei niet. Ik kom, oh, daar heb ik gewoon zitten. Ja. Ik kom even wat mensen halen. Maar voor? Mensen halen. Ik heb namelijk een bedrijfsuitje geregeld. Oh? Mm-hmm. Wat is jouw bedrijf? Er werken te weinig mensen bij de WAC, dus ik zorg mensen buitenaf om mee te gaan. Om stoer te bellen, want er is al betaald. Oh ja. Oh, komt even iemand gewoon dwars door me heen lopen, hallo. Oké, doei. Hey. Oh, hij is er weer. Oké, doei. Ik praat ook nog. Welkom bij de McDonald's, mag ik ook bestellen? Oh nee, wacht. Werk jij hier ook? Hij werkt hier niet. Ik werk hier niet. Het is nou geinig te doen dan. Ik wilde dat altijd al zeggen. Dat is een beetje het probleem met het bedrijfsuitje. Het wordt gewoon, ja, te karig. Karig? Ik vind het heel leuk met Duncan op pad gaan, maar... Maar werk jij hier ook? Nee. Ik ben wat zit je nou bedrijfsuitjes te organiseren voor ergens waar je niet eens werkt, gast? Dat is mijn... Dat is deel van mijn bedrijf. Ik maak bedrijfsuitjes. Wat een leuk bedrijf. Ja, hij maakt alleen maar alleen voor hemzelf, volgens mij. Oh. Hey, trouwens, Duncan. Is je collega Jeremy hier ook nog ergens? Ik moet even met hem in conclaaf. Ik heb hem niet gezien.
Maar ik denk dat hij wel altijd in is voor een conclaafje. Ja, ik wil even... Ik moet even met jou en Jeremy even in conclaaf dunken. Oké, mag. Oké, dat is fijn. Hey, gaat het over dat ene project? Ja, ik ben nog steeds niet betaald en er zijn echt al weken overheen gegaan. Ja, even. Die deurwaarder staat te trappelen. Nee, oké, dat praten we wel even een ander keertje. Ja, daar is de conclaafruimte voor. Ik wil wel even met jullie gaan praten, maar we zijn nog niet compleet. Oh jee. Wie moet er nog komen? Er heeft nog iemand zich ingeschreven. Ik ken echt helemaal niemand. Oh, ik heb een vermoeden. Oké. Wil je anders even zitten bij de conclaafkamer? Ja, even in de conclaaf. Kom maar. In conclaaf. Zijn honden welkom in de conclaafkamer? Nee. Oké. Het is een conclaafkamer, joh. Het is alleen maar wezens die kunnen praten mogen daar zijn. Oké, jongens. Papa is zo terug. Joe. Ik ben zeg maar ingehuurd om een bedrijf uit te organiseren voor de McDonald's. Aha. En georganiseerd door inderdaad Link Inc. Holy shit, je hebt zo'n grote Link Inc. Oh. Hey, kunnen we het even niet is dat je hoorn of ben je gewoon blij om het te zien? Nou, stel je even voor. Ja, kunnen jullie allemaal voorstellen? Ik ken niemand hier. Nee, ik ook niet. Oké, wacht even. We doen nou even de bel. Binten. Hey, kom maar. Dat was het. Gaat die lekker, Link? Of, dit is niet... Bro, heb je jezelf ooit voorgesteld? Je zegt gewoon hey en dan vraag je gewoon... gaat die lekker? Mijn naam is Binten en ik... Ik ben hier en ik zit hier naar jullie te kijken. Naar allemaal mooie mensen. Wat doe je in dagelijks leven? Ben ik een aardappelwieder en ik bied speciale aardappels. Ben je ook zeg maar de koopt McDonald's ook bij jullie in zeg maar? Nee. Ze hebben een contract dat is met de concurrent. Waarom zit je hier dan? Bedrijfsuitje, Joost. Ja, maar hoe kan hij met dit bedrijf mee op uitje? Dat werkt zo niet. Nee, Joost, dat maakt niet uit. Met de concurrent moet je ook vrienden worden. Heel gek. Nou, Ryan. Ja, ik heb heel veel te vertellen. Ik heb ook nog een vrij weinig gebouwd. Ik heb wel in een of andere swamp hier. Heb ik gewoon een sussy swamp gemaakt. Als je ooit zin hebt om dat te kloten of iets op te blazen of zo, go for it, weet je wel. Bij deze heb ik permissie. Hallo, ik ben Joost. Ik ben een opa. En ik ben vergeten mijn skin te veranderen naar de laatste Twitch Rivals. En nu is het onderdeel... En nu ben ik deze guy. Oké, maar gaan we dan weg? Wat gaan we doen? Ja, wat is het idee? Nou, leuk dat jullie zo enthousiast zijn, mannen. Oh, we gaan vandaag op avontuur. We gaan een excursie houden. Oh, zeker waar, naar een nieuwe land. Het oude land van vroeger. Nederland. Hoe vroeger bedrijven werden opgericht. En waarom het tegenwoordig niet meer zo werkt zoals vroeger. Ga je alles leren. Mag ik wat zeggen? Ik wilde eigenlijk alleen even in conclaaf met Duncan en Jer. En ik word gelijk meegesleurd in wat dit ook mag zijn. Is dat oké? Gezellig dat je meegaat. Je bent ingeschreven. Oh, wat? Oké, dat was het. Oh. Subspace bubble. Oh, Jezus. Nee, we zijn hier. Nee. Oh, wat is dit? Waarom zijn we hier? Dit is toch geen reisje, man? Heb je geslapen? Waar gaat Duncan? Heb je een chest? Ja, daarom heb ik even hout gehakt. Nou, wat fijn. We moeten 150 meter die kant op en dan komen we bij het bedrijf. Ja, er is dus iemand dat werkt aan het werk. Kom ik achter op locatie. Oh ja. Als je gewoon stil bent, dan kan je er gewoon langs in principe. Waarom? Okay. Vragen stellen en zo? Of... Ik denk dat hij druk aan het werk is. Dus mag eens kijken? Moet hem gewoon aan het werk laten? Oh my god, ik hoor iets. Jeetje. Ja. Oh mijn god. Wat voor werk wordt hier gedaan? Klonken schraven. Is dit waar baby's vandaan komen? Dat klinkt meer als water en sproesjes. Oh, wat is dat voor wezen? Ik heb hem. Even doorlopen, heren. Ik zie je niet. Ja, volg het rode. Ja? Er is geen rode. Het is helemaal zwart op mijn scherm. Holy fuck. Ja, ik zie hem. Kijk hem in de ogen. Kom daar. Volg het geluid. Hierheen. Thanks. Lopen. Hij komt wel naartoe of zo. Hoe zien jullie rood? Het is bij mij. Het enige wat ik zie is. Bintus armor. Oh, wat is dit voor coole ruimte? Waar zijn jullie? Dit is echt heel cool. Voor mij is het gewoon donker. Oké, er zit daar verderop, een sensor. Dat is vooral met een wat een beetje een soort portaalachtig iets geeft met vier van die haakjes. En daar moet je voor oppassen. Oké. Wat portaal? Ja, daar moet je even voor oppassen. Voor de rest ben je vrij om te lopen. Kijk goed uit voor wol, want daar kan je gewoon overheen lopen. Zonder enig probleem. Wat gaan je werknemers nu doen? Het zijn niet mijn werknemers. Wat, dit is toch jouw bedrijf, gast? Nee, dit is een oud bedrijf. En hier mag ik gewoon eventjes rondleiding geven.
Oh, het is een bedrijfsuitje naar oud verlaten bedrijven in België. En hoe heet het bedrijf dan, hè? Warden Incorporated. Ik vind het een beetje verdacht, Link. Volgens mij zag ik een bord hangen met Disney. Je probeert ons te leiden naar een, wat lijkt een gevaarlijke oude stad van een bedrijf, blijkbaar, wat niet bestaat. Volgens mij niet. Nou, het is wel heel griezelig. En als ja, ik snap niet waarom... Het is wel een beetje eng. Met een spookhuis. Ja, we moeten ook... waarom moeten we kruipen? Een horrorfilm en dat ze gaan opsplitsen, want dat is een goed idee. Hou nou op, je activeert al die klote dingen. Is dit een kantine? Zijn nu een main lobby, waar meestal wordt geluncht. Oh, wat fijn. Hoe, kins? Oh, ik zit vast. Help. Help me dan omhoog. Help me dan omhoog. Hak dit weg. Ik zit vast hier, oh. Help. 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 Waar ben je, Joost? Ja, ik zit hier beneden. Waar is Joost? Ik zit hier, Doekie. Oh, Joost. Oh, daar ben je. Niks aan de hand. Hier, wacht. Ik schiet wel pijl, dan gaat hij daar af. Waarom weet je die beesten werken? Hij heeft ze maar wel inderdaad research gedaan. Wat je dus niet moet doen in zo'n situatie, is zeg maar de hoorn blazen, want dat hoort hij ook. Oh, fijn, dank. Goed voorbeeld. Dan weet je dat alvast. Ga ik hem over. Wat is die? Er zit een golden apple in. Een tweede, jongens! Een tweede? Wat is dit? Link, waar zijn we? Help. Oh, we zijn de reisleider kwijt. Ik herhaal. Jongens, blijf bij mij. Ik weet jij geeft als enige licht. Ik geef, jongens, ik ben het licht in jullie duisternis. Wat fijn. Link. Rechts. Iets. Jongens, Link daar een left voice chat. Dan weet je dat het echt problematisch is. Het is heel problematisch. Hun begon te rennen en wij niet. Oh, daar staat een kistje bovenin die boom. Zie je dat? Daar, voor je neus. Laat, ping hem even. Daar. Links, daar gaan we heen. Oh, nee. Ryan, je staat echt letterlijk naast hem. Link, je zei dat er niemand wat zou overkomen, toch? Hallo. We hebben maar niks getekend en Bint is nu neer. Kijk, ik sta naast hem op hetzelfde blokje. Ja, ik zie het, Ryan. Hij kan je ook ruiken, ja. Kan iemand een pijl schieten ergens anders? Ja, dat is net. Je hebt hem naast Ryan geschoten. Wanneer gaat hij weg? Ik wil gewoon weg. Rennen. Ik zweer je, rennen. Ik zeg het je toch, rennen. Maar we zien letterlijk niks. Al zou ik rennen. Zeg maar, oh, oké. Link, er zijn letterlijk 2 man gestorven nu. Ik vind dit geen leuke trip meer. Link, kan je niet even gewoon een pijl een kant op schieten die niet ik is? Link, ik ben zojuist geraakt door een of andere switch. Hij gaat me killen, Link. Ik zie niks. Het is zo donker, Link. Ik heb geen idee. Ik zie niks. Ga ik hoger of niet? Ah! Ja, ik zit vast ergens in. Ik weet niet waar ik ben. Ja, omdat ik ergens in vast zit. Ik heb 0... Oh, ik heb blokjes. Ik ben dood. Slecht idee. Slecht idee. Ja, zullen we gewoon naar huis gaan? Dit ging niet zo goed. Zullen we gewoon gaan? Wat gebeurde daar? Like, actually, wat gebeurde daar? Jij werd gewoon in één keer geone-shot door gewoon die solar beam. Bang, jongen. Zullen we gewoon gaan? Zullen we gewoon niet meer hier? Ik wil hier gewoon niet meer zijn, eigenlijk. Ik wil hier ook niet. Nou, ik wil eigenlijk wel mijn spullen hebben. Dus zullen we 1 rush er naartoe proberen? En kijken of we kunnen speedrun over. Ja, maar ik weet niet eens waar we waren. Ik heb geen idee waar we waren. Ik heb een locatie-ding. Ik heb ook een latest death. Oh ja, dan volg ik jou. Goed. Die is daar. Hey Duncan! Oh, hey. Ren nu door die tunnel heen. Pak je spullen snel. Go. Ja, maar onze spullen liggen toch helemaal niet in die tunnel? Oh, wat ben ik nou aan het doen? Natuurlijk. Oh.
Oké. Ja, oké. Ik heb even een mod geïnstalleerd. Nu werkt dynamic lighting via mijn torch. Dus kan ik in ieder geval nog iets zien. Nou weet ik ongeveer waar ik heen moet. Auw. Ja, het stomme is, mijn latest death is ook zeg maar weg nu. Dus ik kan niet meer zien waar mijn spullen liggen ongeveer. Ik ga gewoon terug naar huis. Ik vind het allemaal prima. I mean, ik heb 2 torches. Wat heb ik te verliezen? Laten we op zijn minst een beetje loot proberen te pakken dan. Dan gaan we in ieder geval niet met lege handen naar huis. Mijn hond! Wat doet mijn hond hier? Waarom is mijn hond hier ineens? Ah! Waarom is die ineens hierheen getp'd? Hoe kan dat? Oké, ik ga mezelf killen. Om mijn hond te beschermen. Warden! Warden, kom dan, bitch! Ik hoek je, Warden. Oké, hond, blijf zitten. Ah! Blijf zitten, hond! Oké. Ah! I'm a taking one for the team. Warden, nee! Waarom TP je mee? Blijf zitten! Ah! Mijn hond! Mijn hond! Er is letterlijk een stuk van mij gestorven nu. Er is letterlijk een stuk... Waarom is die kuthond hier ineens heen getp'd? Dat was het stomste wat kon gebeuren. Ik wil gewoon weg. Mijn spullen zijn toch al gedespawned. Het zijn zoveel van die beesten. Het is niet eens grappig meer. Nou, ik weet je wat? Ik ben wat verder Falling Boots verloren, maar ik ben wel een krachtiger mens geworden. En een hond verloren trouwens ook nog. Wat voor boots waren het? Diamond? Ja, dat waren Diamond Feather Falling 3 boots. Het is wel jammer, want 1 hond is dus nu dood, hè? Ik had er 2. Jongens, gelukkig... ik wil even die disc met jullie checken. Kom. Ja, let's go. Nou, zijn jullie ready? Ja. Oh, was die witte? Komt-ie. Oh, Lena Rain. Wat een vibe. Hey, dames en heren, bedankt voor het kijken. Hier naast mij staat een filmpje. je kan hier doorklikken en een ander filmpje hieronder. Ja, weet je, doe wat je wilt. En er is eigenlijk nog maar 1 ding en dat is later.